Het is toch hartstikke leuk, man, dat Feyenoord. Ja, ze spelen leuk. Die breken die hele Kuip af tegen Elfsborg. En ze breken gewoon tegenwoordig de Kuip af als je van Go Ahead wint thuis ook. Ja. Het is toch hartstikke leuk. Die mensen zijn hartstikke blij, man. Ja, nee, dat is ook zo, ja. Ze zijn blij met het voetbal wat gespeeld wordt. Ja. Ja. Maar Hossen, als je die tegenstanders Hossen iets te veel volgens Hugo, maar verder. Wat doen ze? Hossen. Hala, lekker Hossen. Ja, ja. Ja, hij denkt dat hij dat kan. Dat krijgt hij nooit voor elkaar. Je krijgt die mensen niet zitten. Hugo begrijpt het ook niet, want die mensen, kijk. Hugo zegt, we gaan de staanvakken, die gaan we, maar die mensen staan op het stoeltje. Ja, ja. Dat weet hij niet. Ja. Dat weet hij maar niet. Hij zat in het stadion, hij had het kunnen die zien. Die mensen die in de Kuip achter het doel, die staan op het stoeltje. Je hebt wel een stoeltje. En hij zegt, de staanvakken doen we niet. Maar hij staat op dat Hugo stoeltje. Was de enige die weet zat. Dat niet. Die weet het niet. Nee. Ja, je doet niks aan. Nee. Maar, hij is wel... nee, maar dat hij was ook onverstandig om via een tv-camera de voetbalsupporters toe te spreken. Ja, die dat werkt averechts, dat weet je. Die riepen dat hij zijn bek moest houden en zo. Dat was allemaal heel lastig voor hem. Ik vind dat het afgelopen weekend beter ging dan de weekends daarvoor. Je ziet dat de spreiding over het stadion echt beter was. En tegelijkertijd, in een aantal vakken, daar zag je toen al steeds in een aantal stadions, dat het hossen op een kluitje nog niet voorbij was. Dat is natuurlijk ook moeilijk in de emotie van het voetbal, dat begrijp ik. Maar ik denk toch dat er nog ruimte voor verbetering is en daar gaan we mee aan de slag. In de loop van de week hebben wij ook weer het overleg met de KNVB en met de burgemeesters over wat er nog beter kan. En daarbij denk ik bijvoorbeeld aan staanvakken. Daar zou je eigenlijk toch wel echt vanaf moeten. En ik dacht eerlijk gezegd ook dat dat al echt zo was. Er schijnen nog een aantal stadions te zijn waar die staanvakken nog steeds worden gehanteerd. Nou, dat kan natuurlijk eigenlijk niet meer. Nee, dus je hebt net uitgelegd dat die staanvakken gewoon zitplaatsen zijn. Zijn zitplaatsen, ze staan op het stoeltje. Ja. Maar dat weet hij niet. Maar dat mag wel, toch dan? Daar maar lekker staan. Ja, want dat is geen staafvak. Nee, is toch lekker mee. Maar hij zegt, ik zag al dat het behoorlijk beter ging. Dan zien we zijn foto. Ja. Nou, het ging helemaal niet beter. Nee. Nee, maar dat weet je, als je dat vrijgeeft, dan gebeurt dit. En, maar, en je kunt het niet meer maken om dat nu weer terug te draaien. Want dan gaat niet gebeuren, want we hebben een bron. En je weet, als hij het zegt, dan klopt het. Chris Woerts heeft ons zojuist verteld dat er niets teruggedraaid gaat worden. Nee, de burgemeesters zijn uitermate tevreden, heeft hij gezegd. Prima. Jan de Jong heeft gesproken met alles en iedereen wat hier die een beetje met de Eredivisie te maken heeft. Zeker ook de burgemeester. Uitermate tevreden. Ook als ze op die stoeltje staan, niks aan de hand, zegt Chris. Nee, maar dit is echt voor de bühne. Hij doet het afgelopen binnenkort. Hij doet dit richting die festivalorganisatoren en de evenementen. Tuurlijk. Dus hij moet zich laten horen. Ja. Omdat afgelopen zaterdag zondag ook 80.000 mensen door heel Nederland verspreid om daar tegen te ageren. En dat begrijp ik heel goed. Ja. Die zien wat er gebeurt in die stadions. En zij mogen niks... Nou, jij bent een van die organisatoren. En zij mogen helemaal niks organiseren. Je mag niet eens bij elkaar komen. Ook niet op 1,5 meter. En eigenlijk slaat het nergens op als je het zo stelt. Nee, het is natuurlijk meten is met willekeur. Twee maten. Ja. Ja. En daarom zegt hij dit natuurlijk weer. Om ze eigenlijk zijn straat schoon te vegen. Maar Chris zegt dus, dat gaat niet gebeuren. Chris, die alles regelt in dit land. Nee, maar die festivals die worden ook vrijgegeven dadelijk. Dan kunnen ze niet langer volhouden. Moet ook even aan Chris vragen of je dat kan regelen dan. Maar... Ja, als Chris toch wat dat regelen is, laat hem dat ook meteen regelen. Chris regelt alles. Maar België is het toch al zo? In België is volgens mij alles... Ja. Hè? Engeland ook. Ja. Liverpool zat vol. Ja. Helemaal nog vol tot de laatste plek. Dus. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Insight-app.